is een traditie dat echtparen die langer dan 60 jaar gehuwd zijn, een bezoekje krijgen van de burgemeester. Vandaag nam wethouder Joost Hendricks als loco-burgemeester van gemeenteland van Kuik een bezoekje aan Rini en Ria van de Venne uit Graven. Ja, ik heb de eer om namens de burgemeester te gast te zijn bij dit prachtige 60-jarige bruidspaar. En die zetten wij als gemeente natuurlijk heel graag even in het zonnetje. We brengen een bezoekje en dan nemen wij, hij ligt inmiddels binnen, maar nemen wij een kopie van de oorspronkelijke trouwakte mee. En dan horen wij heel graag de verhalen van de mensen die elkaar in dit geval iets meer dan 60 jaar geleden hebben ontmoet. Rini, wat van ver komt is lekker volgens mij, of niet? Want zo is het toch gegaan toen je je vrouw leerde kennen? Dat kun je wel zeggen, ja. Hoe is dat gegaan? Ja, bijzonder apart. Dan mag ik wel zeggen dat dat echt bijzonder apart geweest is. En dat is gekomen door een foto die dubbel in een koekertrommeltje zat. En die ik meegenomen had na mijn werk. Raambezoeksfeer. Aan de kant van Brabant. Ook gezellig. Wij hadden daar heel fijne dagen. En we hebben daar elkaar leren kennen. Het was heel gezellig bij ons thuis. En veel feestjes gehad. En ja, lekker geleefd ook. Dus dat klikte allemaal heel goed. Het was meteen liefde op het eerste gezicht. Hè. Ik ben 19 jaar van Ravensoeksveer afgegaan. En ik woon nu al zo lang hier in Graven. En met veel plezier. En mooi punt, hè? Het mooie punt hier. Hè? Wij vinden hier zeggen, ja, we blijven hier wel wonen. Rini en Ria wonen heerlijk in het vestingstadje met uitzicht op de Maas. En de vele festiviteiten. Voor geen goud gaan ze weg. Want ze vragen hier diverse keren op als de mooie weerdag is. Wil je het niet verkopen? Kunnen wij? Ik zei, dan kan ik naar jullie gaan zitten kijken hoe mooi dat jullie wonen, zeg ik, weet je niet. Ik zei, dat is precies hetzelfde wat jullie nu naar ons doen. Ik zei, dat moeten we maar niet doen. Ja, het geheim van het huwelijk is op basis van de verhalen die ik heb gehoord, is geven en nemen. Nou, geven en nemen. Geven en nemen. Af en toe ook een keer, hè? Het is niet altijd roze geur en maneschijn. Het is geven en nemen, ja. Geven en nemen is cruciaal. Iedereen zegt ook, wij hebben een heel mooi leven samen. Maar dat is niet altijd roze geur en maneschijn. Dat moet in balans zijn. Dat zegt iedereen eigenlijk. En als je bereid bent dat te accepteren en in elkaar te blijven investeren, ja, dan hou je het 60 jaar vol. Nou, hij is heel bezorgd voor mij. Ik heb het eigenlijk altijd goed bij hem gehad, want hij heeft me altijd heel goed verzorgd. En hij heeft nooit gezegd, Ria, dat mag je niet. Alles wat ik gedaan heb, vond hij altijd goed.